De aanhoudende protestacties in Frans-Guyana kunnen ook gevolgen hebben voor Suriname. Met name de veiligheid van Surinaamse diplomaten in het land kan hierdoor in gevaar komen. De protestacties zijn ontstaan omdat delen van de lokale gemeenschap vinden dat de Frans-Guyanese overheid de veiligheid onvoldoende kan garanderen vanwege de stijgende criminaliteit. De Fransen vinden dat deze stijging deels te maken heeft met de toestroom van criminelen, met name uit Suriname. Waarnemend directeur van Buitenlandse Zaken Michiel Ravenberg zegt in een interview met onze nieuwsdienst dat de Surinaamse overheid de situatie op de voet volgt. Wij hebben onze diplomatieke missie in Cayenne, het consulaat-generaal van de Republiek Suriname, al daar de nodige instructies gegeven om voor wat betreft het uitgezonde en lokaal personeel het uiterste te doen om de veiligheid van ons personeel en onze staf te garanderen. Wij staan in constant contact met onze consul-generaal, althans onze waarnemend consul-generaal, en wij volgen de zaak op de voet. De relatie tussen Suriname en Frans-Guyana en Frankrijk, want Frankrijk is onze grens en buurland, en in feite is grenzen waarbij Frans-Guyana de Europese Unie, het Europees grondgebied is, is een belangrijke, is een van onze belangrijkste relaties. En wij zijn met de Franse autoriteiten, we volgen de zaken. De relatie wordt dus haarfijn gebalanceerd. En wij werken met ze, zij ook met ons. Want we zouden bijvoorbeeld de 11e vergadering hebben, vandaag, in de Albina, van de River Council. De River Council is een raad waarin beide landen dus projecten bespreken en samenwerken om te komen tot de uitvoering van projecten voor de bevolking, de personen die wonen aan beide oevers van de Marowijnrivier. Vanwege de ontstaande situatie in Frans-Guyana is die vergadering op verzoek van de Franse autoriteiten uitgesteld totdat de situatie zodanig is genormaliseerd of zich ervoor leent dat die vergadering voortgang kan vinden. Ravenberg hoopt verder dat er spoedig verbetering komt in deze situatie. Hoewel er licht is in de tunnel, maand hij aan tot voorzichtigheid bij het eventueel afreizen naar Frans-Guyana. Wat wij wel zullen doen, en dat hebben we besproken op het ministerie, is dat we dus vandaag nog, dus onmiddellijk na dit interview, een advies de deur zullen laten uitgaan, waarin we Surinaamse staatsburgers die voornemens zijn over de weg te reizen naar Frans-Guyana, of zich over de weg op Frans-Guyanese grond, op Frans grondgebied dan Frans-Guyana te begeven, zullen adviseren de uiterste voorzichtigheid te betrachten vanwege de huidige situatie daar. Dat zullen we doen, omdat vanuit buitenlandse zaken we ook de plicht hebben om te waken voor de veiligheid van onze eigen staatsburgers in binnen- en buitenland. Dat is een klassieke taak van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En in dat kader zullen wij dus onmiddellijk na dit interview een bericht naar de media uitzenden om onze staatsburgers te attenderen op de situatie daar. En dat indien men voornemens zich over de weg in Frans-Guyana te begeven, dat men de nodige voorzichtigheid in acht neemt. Michiel Ravenberg, waarnemend directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij spraken hem in verband met de aanhoudende protesten in Frans-Guyana. Het ministerie maand de Surinaamse bevolking aan tot voorzichtigheid bij een bezoek aan Frans-Guyana.